is het goed zo. Ja, waar reed je erbij? Waar reed je? Nee hoor, want ik was geen ding. Ja, Bos! Als je uit de drie keer op zijn kant gelegen, weet je wel, en hij dan bij de uitzet, dan is er niks aan. En hij die DAF-motor zet en zo, weet je, die worden heel naar het einde toe opgefokt, weet je wel. En dan ja, die gaan ons steeds stuk. Ja. Zoveel problemen niet meer. Hey, Jos, die vreten gewoon een hoop zand op en zo, hè, die motors. Hè? Die vreten gewoon een hoop zand op, hè. Ja. Die filters zitten gewoon helemaal kaart. Ik wou zeggen, dat is de hele dag stofhappen natuurlijk voor die die filters. En hier keer om een rol, hè. Dan gebeurt er niks meer. Ja, nu afgelopen jaar zijn we een keer een paar keer in beweging geweest en daar klaagde ook iedereen over. Hoor. Dat zat gewoon in de wedstrijd, weet je wel, dan heen een paadje, dan pas je net overheen, dan rij je over zo'n randje heen en dat is gewoon 300 meter naar beneden, weet je wel. Ja, dat doen ze denk ik ook niet meer, want dat is onverantwoord hoor. Als je daar af gaat, dan heb je een probleem. Ja, dan is het gewoon gebeurd. Zandduin. Nee, gewoon op van die harde berghellingen, weet je wel. Ja, recht naar beneden. Dus hier recht omhoog. En dan zo'n paadje waar je precies overheen kan. Ja. En dan nog iets anders. En dan nog hard rijden? Nee, ik niet. Kijk het maar. Nee, dat deed bijna niemand. Maar dat moeten ze eigenlijk niet doen. Dat moeten ze eigenlijk uit de wedstrijd halen, weet je wel. Ja, dit is het grootste geval. Je moet even over die bergen heen. Dus kun je beter zeggen, nou, dat zit niet bij de wedstrijd in, weet je wel. Dan heb je gewoon een uur de tijd voor of zo. Ja. Dat is veel beter. Dat doen ze in het dorp ook, weet je wel. In dorpen, dan zeggen ze gewoon, je mag niet harder dan 30. Okay. Dus dan, als je harder gaat, dan word je gedisqualificeerd, dan kun je een uur. Ja. Dus houdt iedereen zijn eigen aan, dan is er niks aan. Ja. Dus dat gaan ze ook wel veranderen. Maar anders, die auto kan gewoon een pak lopen, zo dijk rollen, er gebeurt niks. Nee, die kooi is zo sterk. Ook met achter gedeeld niet? Nou, achter zitten maar twee kooien, maar ja, dat is ook niks, hè. Dat is gewoon, lucht eigenlijk. Ja, er zitten wat onderdelen in. Er zit een beetje gereedschap in. Dat is ook niet erg, er zit niemand in. Maar dit is voor je eigen veiligheid. Achteruit eruit lopen, ja. Dat is makkelijk. Ik dacht zo, op de baan. Zeggen ze ook altijd, zoals je erin goed valt, vast, moet je er vast, vast eruit. Oké, zo.